En alle mensen van Dutch Game Nation, welkom bij Let's Play Beheer Kazooie. En we gaan weer verder waar we gebleven zijn. En de vorige aflevering hebben jullie natuurlijk gezien dat ik een klote was met een piramide. Dat er een piramide bij kwam. En dat ik een paar puzzelstukjes gehaald heb. En dat ze Komi bevrijd hebben. En. Goed. Deze aflevering gaan wij, als het een beetje mee zit, het level afmaken. Tenminste, daar ga ik bovenuit. En dat wil ik eigenlijk ook wel gedaan hebben. Daar heb ik eigenlijk niet zo heel veel meer te doen, denk ik zo. Ik zal even kijken hoeveel puzzelstukjes ik heb en hoeveel... Oh. Hoeveel puzzelstukjes ik heb en hoeveel ik nog moet. We zitten op de helft met de puzzelstukjes. En over de helft met de... Ja, met de muzieknoten. Dat woord zocht ik. Ik denk dat ik... Nu maar eens even... Waar is... Oh, die is nu daar. Als het goed is, komt hij hier nog. Oh, hier stopt hij. Ook goed, jongen, wat jij wil. Maakt dat nou uit. Kijk. Oh, die heb ik hier nog niet? Is dat hier nog niet? Oh. Waar is Gobi nu dan? Waar is Gobi nu? Oh, Gobi is going to cool down. Oh, wacht. Zou Gobi dan in het begin zijn dan? Ik zal even snel kleuren. Rot op! Rot op! Gobi hier! Kijk. Nice. Ja. Fuck jou. Doe het. Ja, goed zo. Dankjewel. Ah, lovely water. Trunken feel great. En dan wordt Trunken ook groot. Kijk, zo moet dat. Nou ziet hij er echt heel lelijk uit, maar goed, dat terzijde. Hij heeft een puzzelstukje en daar kom ik dus nu niet bij. Daar heb ik mijn vliegbuffet voor nodig. Tenminste, dat moet ik door vliegen. Tot op! Dus dat doen we zo ook nog maar even. En hier is de tapijt weer. Dan doen we eerst Gobi even. Dan heb ik Gobi gehad, dan hoef ik in ieder geval niet meer te zoeken naar waar Gobi is. Dat is een heel slim plan. Mij had Gobi ook een empty honeycomb, als ik me niet vergis hoor. Ik zou best kunnen dat het wel zo is. Ik ben wel vergis. Ja, zie je wel. But that's it, I'm leaving this desert to find some peace and quiet. Zou ik ook doen, want ik blijf hier net zo lang achterna totdat je geeft wat ik heb. En wel. En dat is in dit geval een empty honeycomb. Nou, wachten. Op vliegend tapijt. Nice. Nu kunnen we vliegen. Nou ja, konden we natuurlijk al, maar... Ik ga liefst nu vliegen. Dat ik voor de rest volgens mij niet zo heel veel meer op de grond te zoeken heb. Zo. En als het een beetje mis, mij had hij ook nog een... Ja, zie je wel. Nice. Red wat? Nee, dat redt. Natuurlijk redden we dat niet. Dat is weer op een moeilijke manier gedaan. Oké. Mijn neus is all blocked up. Dus nu heb ik in plaats van een paar tissues. Moet ik zijn verkoudheid verhelpen. Door een paar eieren in zijn neus te schieten. Wie verzint het? Nice. Deur open. Dan gaan we kijken of ik het... Kom ik erbij? Kom ik er... Ja, nice. Mooi. Gelukkig zit er geen tijdslimiet op, dus kunnen we gewoon hier... Als een baas... Oh, 26 veer. Ja, misschien red ik het. Maar dat moet niet al te veel optrekken, zeg maar. Oké, kom maar op. Ga er maar door. Ja, dankjewel. Summon all the hidden rings in the ancients to beat the witch. Dat ding, waar staat die? Ik weet niet waar jij zat. Waar zat jij? Ik probeer zoveel mogelijk in crisis te leven. Om ook niet te veel te vliegen. Ah, fuck.
Oh, die was, dat was niet... Ja, het was aan de ene kant wel slim bedacht, maar aan de andere kant ook niet. Goed, dan kan ik wel kijken zonder, zonder te vliegen hoeveel... Of in ieder geval waar de volgende is. Ik heb eigenlijk niet echt opgelet waar die was. Volgens mij zit die... Ja, volgens mij is het hier in de woestijn, maar... Ik weet echt nog niet waar hij is. Zo moeilijk is het toch niet? Ah joh, zoek het uit. Rot op. Wat is dus de bedoeling dat je dus alle... Al die... Oh, hier zit. Ah, grapje. Oh, ik ben echt zo blik. Nou, het is dus de bedoeling dat je dus door al die dingen heen vliegt. En dan krijg je als het goed is ook een hartje voor. Of een hartje, een puzzelstukje voor. Ja, die is in ieder geval niet hier, maar... Even kijken, dat is in ieder geval om het water heen. Oh, hier. Nice. Nou hoop ik dat het lukt. Nice. Die is tussen Jinx hierin, bij de neus. Dan hoop ik dat hij nou alles gedaan heeft, want dan kan ik gelijk terug. Hoe de volgende? Oh, dat is daar. Dat is achter Jinxie. Ik moet zeggen, ik leef een crisis, maar ik kan nog best wel over. Hier ook nog een paar veren liggen. Die ik eventueel zou kunnen pakken als het echt niet gaat. Only joking, mortal. We can only give you this. Puzzelstukje is daar. Op Gobi's rug. Of op Gobi, op Jinxie's rug. Rug. Nou, dan pakken we die. Dan gaan we gelijk door naar de trunker. Ik krijg ook wel een hele goeie. Aangezien we nu toch vliegen en geen veer hoeft te verspillen hieraan. Het is gewoon landen. Maar waar ik me nou afvraag is waar de laatste Chincho is. Ik heb in principe alles al gehad. Nou ja, bijna alles dan, maar... Ik moet hier nog in, dus het zou nog best kunnen dat hij hier is. You never know. Oké. Okay. Hier hebben we in ieder geval nog een paar... puzzelstukjes, of mijn muzieknoten. Ik haal die dingen echt nog steeds door de war. Dat is echt vervelend. Of zwaar kut. Screw you! Zo. Dat is een stuk beter. Dan moet ik er nog 13. 12, ja oké. Okay, maar... Dus ik moet iets meer dan 10 muzieknootjes. Ik neem aan dat ze niet allemaal hier zitten. Het zal het zijn namelijk. Oké. Okay. Even goed kijken. Volgens mij wel. Ik hoor namelijk wel iemand om hulp vragen. Dat was laatste Jinjo en ook gelijk een puzzelstukje. 10 ons op 8 puzzelstukjes brengt. Nice. Dan moet ik hem weer voeren. Moet ik hem weer voeren? Want dat, ja, wordt ons dikkie van denk. Oh, dat was genoeg geweest. Dan gaan we hierheen. Wat hebben we hier? Oh kijk, we hebben daar ook nog een puzzelstukje. Hebben we hier nog wat? Zijn we hier wat vergeten? Nee, oké. Okay. Nee, niet dat ik straks in één keer weer terug moet. Nice. Wow, die ging wel heel snel. Oké. Okay. Puzzelstukje nummer 9. Moeten er nog één en dan zijn we hier ook alweer klaar. Neem voor de zekerheid nog wel wat eieren mee. You never know. Je weet nooit of ik het nodig heb. En dan moet ik nog één puzzelstukje en nog... Het zal zijn iets meer dan 10 muzieknoten.
Die blijft open. Volgens mij moet ik wel weer vliegen, want... Rot op, jongen. Echt serieus. Zoek een leven. Ga je hand ergens anders plaatsen of zo. Ergens waar de zon niet schijnt. Maar dat zal heel moeilijk gaan hier in de stad, want hier schijnt de zon bijna de hele dag. Ja, we moeten nog een keer vliegen, want je hebt natuurlijk dat vliegplateautje ook nog. En ik neem aan dat daar ook nog wat zit. Dus we gaan hier ook even kijken. De gouden veer, waar ik geen reet aan heb. Nice, dan moet je naar beneden. Nou, dat is in principe niet zo heel moeilijk, want je laat je gewoon vallen en je glijdt vanzelf. Oh, naar beneden. Ja. Oké. Wat hebben we hier? Nog 7. Ik ga me niet menen dat ik straks ergens nog eentje mis. Hello, my friend, I'm Ruby. Can you find some help now? We're looking for treasure, pipe boy. Very good, I see some. You can get it. Oké, dus nu moet ik... 7, 9. Ja, maar als alles zo even is... Oh my fucking god. Nou mis ik ergens gewoon nog één... 1 puzzels of 1 muzieknootje. Hoe de fuck gaan we dat oplossen? Dat gaat ietsje sneller, steeds. Nice. Ha! Bouncing egg. Oké. Nou moet ik erop gaan staan, volgens mij. Help you with your quest. Dankjewel. Nice! Haha! Mooi, dan hebben we alle puzzelstukjes. Maar nou het enige probleem. Ik moet nog 1 muzieknootje. En ik heb al een idee waar die ligt. Dus we gaan even op zoek naar de laatste puzzelstuk. Of muzieknoot. En volgens mij, ja, als ik het gewoon goed nadenk, is hij gewoon hier. Dus we gaan hier even in. Die hoef ik niet meer... Ja, zie je wel, kijk, daar is hij. Want ik heb hier natuurlijk ook nog niet alles gepakt. Met het omhoog klimmen hier naartoe heb ik natuurlijk wel aardig wat meegenomen. En dat ging namelijk ook steeds fout. Dan heb ik enigszins wel wat meegenomen inderdaad, maar ja. Okay. We hebben nu het hele level uitgespeeld. We hebben 2 empty honeycombs. We hebben... ja, alle muzieknoten. Dus tot nu toe hebben we alles. Dus dat gaat goed. En zo hebben we Gobi's Valley dus ook al uitgespeeld. Het schiet allemaal aardig op hier. Dan gaan we even van binnen door. Zo. Nice. Wow, your best note score for this world is now 100. Ja, gewoon lijkt me logisch. Oké. Holy shit, die luizen gaan best wel snel. Oké. I don't like stairs much in my lair. They always make me gasp for air. Waarom dat? Oh. Ik zag erachter ook nog een... ja, de bomber token. Die zijn ook al op de helft. En zo hebben we 20 bomber tokens. Goed. Daar laat ik het bij. Volgende aflevering gaan we op zoek naar... puzzel, ja, puzzel van de volgende level. Maar die is, weet ik eigenlijk niet. Weet ik zo niet helemaal waar die is. Maar goed, ik bedank jullie voor het kijken. Bedankt voor het abonneren. Bedankt voor de goede duimpjes. En dan zie ik jullie bij de volgende aflevering weer terug van Banjo-Kazooie. Mazzel!